Welkom bij deze File Media tooltip voor journalisten. Wanneer je met regelmaat met grote bergen data en documenten werkt, kan alle hulp welkom zijn bij het uitpluizen daarvan. Zeker als je ook nog wilt proberen om verbanden tussen die bestanden te ontdekken. In deze video laat ik je een gratis tool zien die je daar heel goed bij helpt. De tool in kwestie is Pinpoint en hij is onderdeel van Google Journalist Studio. Om Pinpoint te gebruiken, surf je eerst naar journaliststudio.google.com. Daar scroll je naar beneden totdat je het kopje Pinpoint ziet staan. Klik hieronder op Get Started. Doe hetzelfde in het volgende venster. In het scherm dat hierop volgt, klik je op het grote plusteken om een nieuw project te starten. Geef je project een naam en klik op de knop Create. Hierna kun je bestanden gaan toevoegen aan je project. Dat kan vanuit Google Drive of rechtstreeks vanaf je computer. In dit voorbeeld kiezen we voor het laatste. Zodra we op computer klikken, verschijnt er een pop-up. Klik je op de knop Select Files from Your Device, dan verschijnt er een verkennervenster waarin je de bestanden selecteert die je wil gebruiken. Pinpoint gaat nu direct voor je aan de slag. De software gebruikt optische karakterherkenning om letters en woorden te identificeren in afbeeldingen of PDF-bestanden. Upload je een audiobestand, dan zet de spraak-naar-tekst-software van Google de audio eerst om in een geschreven tekst. Wanneer je hier gebruik van wil maken, doe je er goed aan om je project eerst even in te stellen op het Nederlands. Dat doe je door aan de rechterkant onder het kopje Filter Selection te klikken op English. Kies in de pop-up die verschijnt nu bij beide uitvouwmenu's voor Nederlands en klik op Save Changes. Het verwerken van audiobestanden kan best de tijd kosten, maar met het analyseren van PDF-bestanden en afbeeldingen is Pinpoint erg snel. Wil je op een later moment nog nieuwe bestanden toevoegen? Klik dan links op Add Documents. Zodra Pinpoint klaar is, verschijnt er aan de rechterkant een rij met trefwoorden die de software belangrijk acht, zoals namen van mensen en organisaties en locaties. Wanneer je op een van die trefwoorden klikt, geeft Pinpoint je een overzicht van alle documenten waar die trefwoorden in voorkomen. Je ziet nu ook dat de trefwoorden aan de rechterkant veranderen. Wanneer je meer trefwoorden na elkaar selecteert, zal Pinpoint je alleen de bestanden laten zien waarin al die woorden terug te vinden zijn. Dat helpt je bij het zoeken naar verbanden. Trefwoorden verwijderen uit je zoekopdracht doe je door bovenin het scherm op de kruisjes bij die trefwoorden te klikken. De trefwoorden die Pinpoint zelf selecteert, kunnen je al aardig op weg helpen. De echte kracht van Pinpoint zit hem in het feit dat je ook zelf zoektermen kunt toevoegen. Dat werkt zoals je dat gewend bent van Google. Vul in de zoekbalk de woorden in waar je naar wil zoeken en druk op Enter. Pinpoint geeft je nu een overzicht met bestanden waarin je zoekterm is gevonden, met aanvullende trefwoorden aan de rechterkant. Pinpoint is een handige tool wanneer je snel grote hoeveelheden documenten wilde zoeken en wanneer je verbanden tussen die documenten wil ontdekken. Hopelijk heb je wat aan deze tool. Tot de volgende keer.